vol met je dansen, of zou ik stroost en stagen draaien. De vuist die eten beter, maar dat duurt mooist die nooit lang. Het water klettert tegen de glazen dat het mirakels is. Het water klatert tegen de glazen dat mirakel is. Het water klotert tegen de glazen dat mirakel is. En die laatste variant, daar is een hele hoop om te doen. Want veel mensen vinden die uitspraak geen Drents, maar Gronings. Het is het Veenkoloniaals, wordt gewoon in Drenthe gesproken. Maar toch zijn er dus mensen die het geen Drents vinden. Onze collega Loes die kan erover meepraten, want sinds zij bij onze omroep in het Drents presenteert, krijgt zij heel wat over zich heen. Na al die herfstachtige dagen is het eindelijk tijd voor wat zomers weer. Nou ja, vandoor dan, want of dat de komende dagen er ook in zit, dat is nog maar de vraag. Wat heb jij zoal te horen gekregen? Dat mensen de tv uitzetten als ik erop was, dat ik Gronings spreek en dat ik maar naar RTV Noord zou moeten. Want waar kom jij vandaan? Ik kom uit Tweede Exloomond. En voor alle duidelijkheid, waar ligt dat? Dat ligt in Drenthe, aan de oostkant, wel een beetje tegen Groningen aan, maar het ligt toch echt in Drenthe. De dagen door nul krabbelt het weer wat op. Woensdag dan weer zo'n stoppelwolk en zonne mekaar wat af. Dan is het zo rond de 22 à 23 graden. En die hele discussie, wat vind je er zelf van? Ja, ik vind het een beetje onzin. Want heel veel mensen willen heel graag Drents op tv en dialect. En dan is er dus iemand die dat spreekt en dan is het weer niet hun eigen Drents. Want je hebt natuurlijk al die varianten. En ja, je mag best zeggen dat het Gronings is, want het lijkt natuurlijk ook op het Gronings. En in Groningen spreken ze dit ook. Maar je kunt gewoon niet zeggen dat het geen Drents is. Klap in hand voor de heren, snap die fouten voor de boos. We zijn hier op de grens van Drenthe en Groningen. En die grens die heeft zelfs een naam, de Semsenlinie. Ja. En dat is de grens die in 1615 getrokken is tussen Drenthe en Groningen in het turfwinningsgebied. En waar sta ik nu? Je staat nu in Groningen. En daar is Drenthe. Hier is Drenthe. De geschiedenis van de Drents is eigenlijk zo te samen te vatten dat er 7 varianten zijn waarvan het Midden-Drents vastgesteld is door Geert Cox als een van de 7 varianten van de Drents. Midden in het Midden-Drents dus. En aan de zijkanten, aan de randen van Drenthe eigenlijk, de 6 andere varianten van Zuidwest-Zand-Drents tot aan het Veenkoloniaals Noord-Drents. Ja, want dat Veenkoloniaals, daar hebben we het vandaag over. In welk gebied ligt dat? Ja, dat Veenkoloniaal Drents, ja, dat is eigenlijk een gebied wat niet door een politieke grens vast te stellen is, maar wat eigenlijk de grens overloopt, Groningen in. Dit is de oorspronkelijke grens van Groningen met Drenthe. Klopt. Drenthe en Groningen. En waar liggen dan die veenkoloniën? Die veenkoloniën is eigenlijk dit hele gebied. Dit begint onder Groningen, een beetje zuidoost onder Groningen. Dat loopt via de Pekelaars en Veendam zo Drenthe in. En het Veenkoloniaals is anders dan het Gronings, het is anders dan het Drents. Hoe komt het dat het zo anders is? Die Veenkoloniën hebben heel lang is dat een onbewoond gebied geweest, een gebied waar niet zo heel veel te halen was. Dat veranderde in de 17e eeuw. Toen werd het ook een gebied wat politiek en economisch natuurlijk van belang werd. Turfwinning kwam op gang. Toen is ook die grens gelegd, die grens die je op de kaart ziet, hè, die Semslinie. En vanuit daar komt ook eigenlijk die taalopgang, die eigen variant. Die komt vanuit het Old Amsters, daar mensen van het Old Amt trokken richting die veenkoloniën. Namen hun taal natuurlijk mee, namen hun cultuur mee. En ja, daalden iedere keer een stukje zuidoostelijker af. Smeurns zucht het weer er echt wel wat anders uit. Er staat een behoorlijke zuidwestenwind. Smeurns is de zon er nog heel even bij, maar verder overheerst de bewolking. Hoe kan het nou dat heel veel Drenthe zeggen dat Veenkoloniaals, het is geen Drents, maar Gronings? Ja, het heeft van alles te maken met ja, hoe je er naar kijkt. En je zou kunnen zeggen, het is een Gronings dialect, dat wordt ook heel vaak gezegd. De verwantschap met dat Gronings is zo sterk. Maar de reden dat we het ook een Drents dialect noemen, is dat, omdat het gewoonweg binnen de Drentse provinciegrenzen voor een gedeelte ligt. Dus een beetje Drents, een beetje Gronings, eigenlijk gewoon zijn eigen streektaal. Precies. Geef die over aan de schepper, piek nooit af aan de rechterpaard. Maar hoe zit het dan omgekeerd? Wat vinden Groningers van het Veenkoloniaals? Is het Drents of is het Gronings? En dat ga ik even vragen bij onze buren in Groningen. In Drenthe hebben we het Huus van de Tal en in Groningen hebben ze ook zoiets. Ja, Fieke, hoe zit dat hier in Groningen met het Veenkoloniaals? Vinden de mensen het nou Drents of Gronings? Gronings. Echt waar? Ja, ik heb eigenlijk nog nooit afgevraagd
of het dan echt Drents zou zijn. En waarom vinden jullie het dan zo Gronings? Ja, met Drents, dan heb je veel meer de echte typische Drentse klanken. En als de ah, en, ja, die kan ik dus ook niet zo goed, dan klinkt het direct als een kikker. En in Vincoliaals heb je toch meer de Groningse klanken zitten daar meer in. Maar we mogen het in Drenthe wel spreken? Ja, tuurlijk. En je mag het ook van mij daar Drents noemen, hoor. Dat doe ik niet zo moeilijk over.